Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van Taxi Life uit City Driving Simulator. We gaan weer verder waar we gebleven waren. En we gaan dit keer iemand aannemen, want we kunnen ook werknemers aannemen. En aangezien we al een tweede auto hebben gekocht, een paar afleveringen geleden, of zelfs misschien al de vorige, kunnen we in ieder geval een werknemer aannemen. En we gaan deze aannemen, want deze is het goedkoopst. Niet per se het goedkoopst. Oké, bestuurder, dan gaan we jou erop zetten. Ploegdienst. Van 3 tot 6. Bovendien kan het gebeuren dat als je voor u verlies oplevert, u kunt hem en haar ontslaan in het werknemersgedeelte. Dat is mooi. Oké. Ik heb voor de rest nog niks aan meerdere werknemers, want ja, we hebben nog maar één auto. Misschien dat we in de volgende aflevering wel een nieuwe auto gaan kopen. Maar dat is nog eventjes afwachten. We gaan in ieder geval minimaal 3 mensen ophalen. Over het algemeen zijn de routes niet al te lang. Oké, nou. Hier we go. Moet hierin. Stapt u maar in, meneer. Waar moet u helemaal naartoe? Zo, hier wie hoe. Even kijken waar we meneer helemaal naartoe moeten brengen. Ik denk dat het niet zo heel ver weg is. Laten we even. Oh, kloten. Laten we even naar binnen gaan kijken. Daar kunnen we de kilometers zien. Maar het valt mee. Oké, we moeten hier af. Nou, zover is het gelukkig niet. We moeten hier wel 30 km per uur rijden. We moeten ons eenmaal wel aan de snelheid houden. Anders wordt een nieuwe auto kopen binnenkort niet wat. Zo gaat het leven best wel traag. We rijden al iets te hard. Maar helemaal perfect kan het natuurlijk nooit gaan. Mooi hè, de straten van Barcelona. Helemaal prachtig. Ik ben er eigenlijk zelf nog nooit geweest. Het is wel echt een droom van mij om ooit een keer naar Barcelona te gaan. Of überhaupt een keer naar Spanje. Ik ben er nog nooit van mijn leven geweest. Wij moeten hier in ieder geval naar links. Ja, we moeten straks naar rechts, maar dat duurt nog eventjes. Ik weet niet hoe hard we mogen. Volgens mij 70. Heb ik het monument al gezien? Nee, niet. Mooi. Krijg je extra XP van. Dus bij de volgende, als we deze man hebben afgeleverd, zijn we in ieder geval al level 5. Ja, dat gaat snel jongens hoor. Het gaat razendsnel. We zijn er in ieder geval bijna. Eventjes wat zachter hier overheen. Kijk, dat is degene die we hebben aangenomen waarschijnlijk. Of het is... Ja, dat kan ook nog wel eens... Hoe noem ik dat? Rivalen zijn. Ik weet niet meer hoe ik er op dat woord kom. Concurrentie. Ja, dat was het woord. Nou, in ieder geval hebben we de eerste persoon in ieder geval bijna afgeleverd.
Here we go. Onjuist geparkeerd, ik was nog bezig. Oké, okay, dat is de eerste persoon die we hebben afgeleverd. En zo zijn we alweer niveau 5. Wij gaan de volgende rit aannemen. Hij geeft volgens mij 3 sterren. Dat is natuurlijk nooit fijn. En de volgende rit is hier al in de buurt. Blijkt uit onderzoek. Dus even wachten, want dan gaan allemaal mensen via het zebrapad. En dit gaat echt alle kanten niet goed op. Wat is dit voor chaos? Ik wil gewoon die man ophalen. Spookrijden? Maar... Mamma mia. Het is wat met dat spookrijden. Ik heb daar gewoon 2 boetes voor gehad. Die politieagent spoort niet, man. Hoeveel mensen gaan er wel... Jemig. Waar zijn we mee bezig, jongens? Toeteren! Oké, okay, nou, we zijn er eindelijk door. Mevrouw, stapt u maar lekker in. Nee, u heb ik nog niet eerder volgens mij in mijn prachtige taxi gezien. Oké, okay, we gaan in ieder geval weer rijden. Hoe ver mevrouw moet. Het zal wel. We gaan in ieder geval proberen het hartstikke goed te doen. Wij willen natuurlijk graag een 5 sterren recensie hebben. Eigenlijk moest ik volgens mij aan die kant staan. Een beetje laat beslist, maar we gaan het gewoon doen. What do you think about Barcelona? It's a wonderful city. There's always something happening. I'm sorry, but I don't think it's all that great. Well, you clearly don't have an appreciation for beauty and history. You don't know what you're talking about. I understand. Sometimes it can be a bit overwhelming. Het was een interessant gesprek. Dat vond ik ook. Eerst werd ze boos en toen niet meer. Maar het is niet zo vaak. Ik heb nog niet vaak gehad dat personen tegen mij praten, zeg maar. En volgens mij gaat dit niet de goede kant op. Dus ga ik hier wel gewoon langs. Kijk, dit bedoel ik. Sorry. Ja, het boeit me niet. Het boeit me niet dat jij daar stond. Moet dus wel oppassen, want als er een politieauto staat, ben je gewoon wel echt zwaar de lul. Oké, okay, we komen weer langs een standbeeld ding, monument. Moeten we ook eventjes hebben. Huh? Kijk ik niet naar het goede monument ofzo? Nou, we zijn er niet dichtbij genoeg, vrees ik. Beetje jammer dit, want dat had ons weer wat mooier XP'tjes op kunnen leveren. Oh, het is groen. We moeten wel even doorrijden, want de geduld neemt af. Dat kan je zien in het balkje onderin. We rijden naar de plek van bestemming, staat een balkje. En daar moeten we eigenlijk zo goed mogelijk oranje houden. Dat is de geduld van een persoon die in je taxi zit.
Oké. Mijn gevoel zegt dat we er nog lang niet zijn. Flitspaal in de buurt. We moeten binnenkort ook een wat ruimere auto kopen. Want we zien dat witte poppetje nu op de minimap. Dat soort ritten kan ik nu nog niet doen. Maar later wel. Waarschijnlijk is dat omdat je dan meerdere personen kan gaan vervoeren. Ik verwacht eigenlijk ook nog wel dat er ooit een keer DLC's komt voor nieuwe auto's. We hadden wel een interessant gesprek net met die mevrouw. Hier kan je nooit meer op reageren. Hier kon je nooit meer op reageren. Oppassen, oppassen, oppassen. En dan gas erop. Doe het eventjes. Maar dan kom je ook ergens. Even hier laten weten dat ik hier af wil. Oh, en dan zitten we weer verkeerd. Elke keer als ik denk van ik moet linksaf, ga ik... Nee, bedoel, als ik denk we gaan rechtsaf, gaan we linksaf. Het is altijd zo. Wow, mijn controller stuurde even niet in, leek het wel. Oké, dank u wel, meneer de stoplicht. We mogen hier 70 rijden. Oh, de zon, hè. Zo irritant. Het geduld van de persoon neemt wel verder af. Daar hou ik niet zo van. Maar ja, ik kan me niet permitteren of hier een politiewagen staat, ja of nee. De politie heeft namelijk ook ogen in hun rug, want ze zien alles. Het zeggen, iedereen mag hier 70 behalve hun blijkbaar. Er is een ongeluk gebeurd hier. Wel lief dat de man ons laat invoegen. Eigenlijk had hij ook gewoon geen keus. Daar komt het eigenlijk ook op neer. Ik denk dat we er inmiddels wel bijna zijn, toch? Ah, ik heb geen idee eigenlijk. De auto glijdt door. Huh? Zit nog niet dichtbij genoeg. Het is keer. Mamma mia. Oh, nu wel. We komen nog langs een monument. Wat voor... Oh. Het Poliorama Theater. Oké. Prima joh.
Hop, hop, gast erop, daar gaan we weer. Al die fietsers hier ook altijd. Ik denk dat we er bijna zijn. Dit is wel een van de langste ritten die ik heb gereden volgens mij. Ja, we zijn er bijna. Want ik zie daar ook inderdaad het blauwe. Dan gaan we straks onze laatste rit doen, dames en heren. En dan zetten we video er ook alweer op. En dan ben ik wel nieuwsgierig of we ook kunnen zien wat onze werknemer heeft binnengehaald qua geld. En anders komen we daarachter in de volgende video. Afstand afgelegd. Kosten voor je totaal. Oh, is toch wel lekker. Nou, deze rit ook aannemen. Is dat ook in de buurt? Gaan we zien. Nee. Daar gaan we wel even voor knippen, dames en heren. Ik zie jullie straks. We zijn inmiddels bijna op de plaats van bestemming aangekomen. Wat inhoudt dat we onze laatste persoon gaan ophalen. En die is hier. Nou, dat zijn er drie zelfs. Althans, ja, het zijn er drie. We hebben nog iets ontdekt. Zo kom je nog ergens. Kunnen we deze ook nog doen? Dat zou fijn zijn. Nee, die staat te ver weg, denk ik. Oh, jawel. Nou, nu moeten we proberen deze bocht nog even te kunnen maken. We hebben opeens best veel monumenten bezocht in één video. Misschien moet ik binnenkort wel eens een video maken dat ik de rest van de monumenten gewoon bezoek. Dat we ons voor de rest kunnen focussen op het taxi rijden. Ik kan me zo voorstellen dat natuurlijk hartstikke hinderlijk is, maar goed. We moeten altijd heel erg rustig rijden in dit soort straatjes. Dat is altijd wel wat minder leuk natuurlijk. Dit is wel iets te zacht. We zijn er al gewoon bijna. Dat was een snelle taxirit. Kiekeboe, hier zijn we weer. Nou, dan gaan we even proberen te kunnen bekijken wat onze medewerker heeft opgebracht. Wij zijn binnen één video al bijna level 6, volgens mij. Dat is ook alweer knap. Bonus details weergeven, oh, dat is niks bijzonders. Oh, ik had denk ik ook aan de prijs kunnen zien dat meneer niet zoveel doet. Even kijken, prijs per dag, €387. Ik heb aan mijn auto toegewezen, oké. Okay. Financiën, kosten, inkomsten, twee auto's. Ik denk dat hij nog niet heeft gereden eigenlijk. We hebben onze vaardigheidspunten in ieder geval ingeleverd. Ik heb op dit moment 10 monumenten ontdekt, nog 0 muurschilderingen gevonden, unieke gesprekken 3, 1 aangeschafte auto, verkochte auto's nog 0, ik wist niet dat dat kon, gekochte onderdelen eentje, werknemers aangenomen 1, werknemers ontslagen gelukkig nog 0. We hebben al 22 afgeronde taken, 6 banen ja, 6 keer is onze rit geannuleerd, 4 voltooide uitdagingen, langste afstand 5,6 kilometer en de beste voice €921. Ja, dat was eigenlijk alweer de video, want we hebben al 3 man ja. Is er anders nog een monument in de buurt wat we kunnen doen? Interessante architectuur. Oh.
Hier. Nee, volgens mij is blauw, dat hebben we al gehad. Die hebben we al gehad. We kunnen nog wel eventjes... We kunnen anders nog wel één rit doen. En dat is dan deze. Laten we die dan nog maar even doen. We zijn straks bij de volgende persoon aangekomen. Tussentijd rammen we even wat stoeprandjes onderuit. En dan heb ik weer iets roods bij mijn auto. Maar dat gaan we nu nog even niet fixen. Dat doe ik buiten de opnames wel om. Dus we nu gewoon even proberen netjes te rijden. Moet het haalbaar zijn. Kijk, we zijn er bijna. De meters lopen aardig af. Hi there. Zit daar een deur in ook? Ik dacht al. Volgens mij deed ze namelijk niks dicht. Oké, eens even kijken. Dit meen je niet. Stond er nou echt weer net een politieauto daar? Het is werkelijk waar, ongelooflijk. De politieauto's hebben wat tegen ons, man. Elke keer zoeken ze ons op. Elke keer is het raak. Hij rijdt voor ons. Of... Rijdt hij nou voor ons of achter ons? Maakt ook niet uit. We moeten nu in ieder geval netjes rijden. Die boetes komen ons elke keer wel een beetje duur te staan, zeg maar. Ik weet even niet meer wat de snelheid hier is. Weer in ieder geval een monument te zien. Ja, die XP gaat zo lekker hard hoor. Oké, nog 500 metertjes. Het stoplicht van hun staat schijnbaar op groen, want die van ons staat op rood. Dus wachten tot hij groen is. Ja, dat is hij nu. Mooi. En dan alsnog lopen ze door over dat klote zebrapad. I think I'll take my chances walking next time. Oh. Deze mevrouw is ook al zo ontevreden. Wat doe ik toch allemaal verkeerd, joh? Misschien moet ik me iets meer aan de regels houden. Misschien vindt ze het wel helemaal niet fijn dat we zo hard rijden. Ik heb haar in ieder geval flink boos gemaakt. Ze gaat als een 1-ster geven, let maar op. Ze stak nog liever blind over of zo, volgens mij. Nou, we zijn er in ieder geval, mevrouw Seur. Kijk eens, mevrouw Seur, alstublieft. I'll just get out here, thanks. We krijgen 2 sterren, nou, dat vind ik nog lief. Niet gestopt voor rood licht, niet de juiste rijrichting aangehouden, snelheidslimiet overtreding, kleine aanrijding. Oh ja, daar was ze zo boos om. Ja, dan snap ik het wel. Maar in ieder geval, dames en heren, wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dan vast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken en natuurlijk vast te abonneren voor meer. En dan zien wij jullie graag later bij de volgende video. Later mensen!